Goedenavond gemeente, hier in de kerk en thuis en gasten die mogelijk ook meeluisteren. Van harte welkom op deze avondmaalzondag in de hervormde kerk van Zetten, waarin dominee Noordrijk voorgaat. Namens de kerkenraad zijn er de volgende afkondigingen. In deze dienst zal er gecollecteerd worden voor de vernieuwing van het kerkinterieur en voor de zustergemeente Oltalom. Uw giften voor de avondmaalscollecte kunt u net als bij de overige collecten via de bank overmaken naar de rekeningnummers die vermeld zijn in de kerkbode en op de website. Nu de bediening van het heilige avondmaal anders gaat dan gebruikelijk, wordt u gevraagd goed op de aanwijzingen van de ambtsdragers te letten. Op woensdag 30 september zal de zesjaarlijkse stemming plaatsvinden en deze wordt in de kerk gehouden en begint 's avonds om 8:15. Meer informatie hierover vindt u in de kerkbode. Vrijdag 2 oktober is er de regionale tieneravond voor de 12 tot 15-jarigen in Valburg en deze bijeenkomst staat om 8 uur. Vanaf volgende week zondag gelden de groepen A en B, zoals we die in de afgelopen maanden hanteerden, niet meer. In de kerkbode en op de website vindt u meer informatie hoe u zich kunt aanmelden voor de komende kerkdiensten. Voor de genoemde data geldt het voorbehoud van Jacobus. Nu is er gelegenheid tot stil gebed. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouwen houdt in der eeuwigheid. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vers 5 van Psalm 68. Uw hoop, uw kudde woonde daar uit vrije goedheid, waart gij haar een vriendelijk beschermer. Psalm 68, het vijfde vers. Thank you.
bediening van het Heilige Avondmaal voor te zetten, lezen we nu eerst een verkort formulier. In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus, doe dat tot mijn gedachtenis. Willen wij nu gedenken dat Hij door de Vader in deze wereld gezonden is, niet opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat Hij haar zou behouden. Hij, de goede herder, heeft zijn leven voor zijn schapen gesteld. Hij werd gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden. Hij leed ontelbare smaadheden, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij zouden worden vrijgesproken. Hij heeft de vloek van ons op zich geladen, opdat Hij ons met zijn zegen vervullen zou. Hij heeft zich aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel, toen Hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. En ten laatste heeft Hij in zijn offerdood het nieuwe en eeuwige verbond der verzoening besloten, toen Hij zei: het is volbracht. Wat wij nu vast zouden geloven in zijn hartelijke liefde en overwinnende trouw, heeft Christus ons het avondmaal gegeven. Daarom nam Hij in de nacht voor zijn sterven het brood, dankte, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker en zei: drink, allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Alzo betuigt en verzegelt ons het heilig avondmaal, dat het eenmaal volbrachte offer van Christus de enige grond is van onze hoop. Want door zijn dood heeft Christus de toorn van God tegen de zonde weggedragen en heeft Hij ons de levendmakende geest verworven. Door deze geest mogen wij met Hem waarachtige gemeenschap hebben. Door dezelfde geest worden wij ook met elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden. Zoals de apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. En deze eenheid zullen we niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daarboven mogen wij bij het aanzitten aan dit avondmaal met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volkomenheid van Gods Koninkrijk, wanneer God zal zijn alles in allen. Belijden wij vanavond het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Een derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees van het lichaam. En een eeuwig leven. Opdat wij dit alles mogen verkrijgen, laten we ons voor God verootmoedigen. En Hem met waarachtig geloof in het gebed om zijn genade aanroepen. Laten we bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat Gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt werken. Dat we ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met Hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood,
door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar Hij in ons en wij in Hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of Gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Onze zonden nemen meer toerekende. En met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met opgeheven hoofd ons Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus. Amen. Terwijl de tafel nu verder in gereedheid gebracht wordt, Psalm 43 en daarvan het vierde vers. Psalm 43, vers 4. Opnieuw zijn alle dingen gereed en mag de nodiging uitgaan. Allereerst zometeen tot die op de galerij zit en daarna let u op de aanwijzingen van de ambtsdragers. Op te staan, aan de tafel plaats te nemen, om daar te midden van alles wat er is, een moment van rust, een oase op de weg door het leven te ontvangen bij brood en wijn. Ziende niet op onszelf, maar op de grote gastheer. En in zijn naam gaat ook vanavond de nodiging uit. Kom dan, want alle dingen, ze zijn gereed.
Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. En laten we niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Vanavond lezen wij uit de Hebreeënbrief, Hebreeën 4, nu vanaf vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Terwijl het orgel nu zal gaan spelen, mag ieder weer naar zijn plaats gaan, let ook dan de aanwijzingen. Doe dat tot mijn gedachtenis. Zo sprak de Heer Jezus
De avond van zijn lijden en sterven. In gehoorzaamheid aan die opdracht staat ook vandaag de avondmaalstafel aangericht. En mag de nodiging uitgaan. Bij brood en wijn zijn lijden en sterven te gedenken. Kom dan nu, want alle dingen, ze zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We bladeren wat verder in de Hebreeënbrief, Hebreeën 10 vanaf vers 35. Hebreeën 10 vanaf vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, omdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel.
Opnieuw mag de nodiging uitgaan. Ieder die het geleerd heeft, niet langer van zichzelf te verwachten, maar van Jezus Christus alleen. Kom dan, want alle dingen, ze zijn in hem gereed. En nog is er plaats in overvloed. Als er nog zijn die met ons de dood des Heren willen gedenken, voor de laatste keer op deze avondmaalzondag gaat de nodiging uit. Kom dan nu, want alle dingen, ze zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is. Tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hebreeën 12, de eerste drie versen. Wel nu dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Thank you.
geliefden in de Heere, wat de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En ieder spreken in het hart: loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaad, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheid geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn. Nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien we met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart de lof des Heeren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Zeggen we dank voor de bediening van het heilige avondmaal en bidden we om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van het woord. Laten we samen danken en bidden. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden, tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat ge ons geeft een waarachtig geloof, waardoor we zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot versterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat u door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Zo danken en loven we uw grote naam voor dat wat u op deze avondmaal zondag geeft. Het brood en wijn. Te midden van de stormen die er over deze wereld gaan, over het persoonlijk leven. Om uw lijden en sterven in Jezus te gedenken, om het zwakke geloof te versterken. We danken u. Tegelijk zijn alle vragen en alle worstelingen niet weg. Als we aangingen niet, als we bleven zitten niet. O Heere, komt u zelf bij de voordeur. Dat we vanuit deze avondmaal zondag het leven aan en in kunnen. Geef ons uw woord ook vanavond nog. Om u daarin te danken, om daarin ook op weg gezet te worden. Komt u met uw geest. Wil uw geest verbinden aan uw woord. Dat het geloof mag werken onder jongeren en ouderen. Het geloof ook versterkt mag worden. Dat het ons de weg mag wijzen in het leven van de dankbaarheid. Ook in het leven van iedere dag. Wij gaan zo gemakkelijk weer verder en weer over tot de orde van de dag. Wij zijn zo zwak. O Heere,
wil te midden van alles wat onze aandacht opeist, waar we tot in de kerk of als we thuis meeluisteren, meebidden, mee uw woord openen, wat kunnen onze gedachten ook daar alle kanten op gaan. Wil ons en onze gedachten gevangen nemen, ja ons hart. Wat we ook vanavond uw woord mogen ontvangen als voedsel voor op de levensweg. Wij bidden u dat, niet omdat wij dat verdienen. Waard zijn maar in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. We openen de Bijbel, het heilig woord van God, ook vanavond in het Tweede Koningenboek. 2 Koningen 6, het laatste vers, en dan vervolgens lezen we in hoofdstuk 7 tot en met vers 20. Het zevende hoofdstuk van het Tweede Koningenboek. Twee Koningen 6, allereerst dat laatste vers waar de koning die vraag stelt, laat stellen. Zie, dit kwaad is van de Heere. Wat zou ik verder nog op de Heere wachten? En dan het antwoord aan het begin van hoofdstuk 7. Toen zei Elisa, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, morgen omstreeks deze tijd zal in de poort van Samaria een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel. En 2 maten gerst voor een sikkel. Maar een officier op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zei. Zie, al maakt de Heere sluizen in de hemel, hoe zou dit kunnen gebeuren? Maar hij zei. Zie, u zult het met uw ogen zien, maar er niet van eten. Er waren 4 Melaatse mannen bij de ingang van de poort. Ze zeiden tegen elkaar, waarom blijven wij hier totdat wij sterven? Als wij zeggen wij zullen de stad binnengaan, er is honger in de stad, dan zullen wij daar sterven. En als we hier blijven, zullen wij ook sterven. Nu dan, kom, laten we naar het legerkamp van de Syriërs overlopen. Als ze ons laten leven, dan zullen wij leven. En als ze ons doden, laten we dan maar sterven. En in de avondschemering stonden ze op om het legerkamp van de Syriërs in te gaan. Toen ze aan de rand van het legerkamp van de Syriërs kwamen, zie, was er niemand. De Heer had het leger van de Syriërs namelijk een geluid laten horen van strijdwagens en een geluid van paarden, het geluid van een groot leger. Zodat zij tegen elkaar zeiden. Zie, de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten en de koningen van de Egyptenaren tegen ons ingehuurd om ons aan te vallen. Ze waren opgesprongen en in de avondschemering weggevlucht. Ze hadden hun tenten achtergelaten, hun paarden en hun ezels en het legerkamp zoals het was en waren gevlucht voor hun leven. Toen nu deze Melaatsen aan de rand van het legerkamp kwamen, gingen zij een tent binnen, aten en dronken, namen vandaar zilver, goud en kleren mee en gingen het verbergen. Daarna keerden zij terug, gingen een andere tent binnen, namen ook daaruit het een en ander weg en gingen het eveneens verbergen. Toen zeiden zij tegen elkaar, wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover. Als wij wachten tot het morgenlicht, staan wij schuldig. Nu dan, kom, laten wij dit in het huis van de koning gaan vertellen. Ze kwamen, riepen naar de poortwachter van de stad en vertelden hun, wij zijn naar het legerkamp van de Syriërs gegaan en zie, daar was niemand meer. Geen geluid van mensen, alleen de paarden vastgebonden en de ezels vastgebonden en de tenten zoals zij waren. En deze riep de andere poortwachters en die vertelden het binnen in het huis van de koning. De koning stond 's nachts op en zei tegen zijn dienaren, laat mij u toch vertellen wat de Syriërs ons gedaan hebben. Zij weten dat wij honger lijden. Daarom zijn ze uit het legerkamp gegaan om zich in het veld te verstoppen. Ze zeggen, zodra ze de stad uitgekomen zijn, zullen wij hen levend grijpen en de stad binnengaan. Toen antwoordde een van zijn dienaren en zei, laat men toch van de 5 van de overgebleven paarden nemen die hier binnen overgebleven zijn. Zie, ze zijn als de hele menigte van de Israëlieten die hier binnen overgebleven zijn.
Of zie ze worden als de hele menigte van de Israëlieten die omgekomen zijn. Laten wij die erop uitsturen om te zien wat er gaande is. Daarop namen zij twee strijdwagens met paarden. De koning stuurde die het leger van de Syriërs achterna en zei, ga kijken. Zij volgden hen tot aan de Jordaan en zie, de hele weg lag vol met kleren en stukken uitrusting die de Syriërs in hun haast weggeworpen hadden. De boden keerden terug en vertelden het de koning. Toen ging het volk de stad uit en plunderde het legerkamp van de Syriërs. En een maat meelbloem werd verkocht voor een sikkel en twee maten gerst voor een sikkel. Overeenkomstig het woord van de Heere. De koning nu had de officier op wiens hand hij leunde over de poort aangesteld. Maar het volk vertrapte hem in de poort, zodat hij stierf. Zoals de man Gods gesproken had, die dit sprak toen de koning bij hem gekomen was. Zo is het gebeurd zoals de man Gods tot de koning gesproken had. Morgen omstreeks deze tijd zullen in de poort van Samaria twee maten gerst voor een sikkel en een maat meelbloem voor een sikkel verkocht worden. En die officier had de man Gods geantwoord en gezegd, zie, al maakt de Heere sluizen in de hemel, zou dit zo kunnen gebeuren? En hij had gezegd, zie, u zult het met uw ogen zien, maar er niet van eten. Zo gebeurde het met hem, want het volk vertrapte hem in de poort, zodat hij stierf. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het negende vers van 2 Koningen 7, dat is de tekst voor de verkondiging. Een dag met een goede boodschap, als die vier het daar zeggen tegen elkaar. Wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover. Een dag met een goede boodschap. Drie hoofdlijnen in de preek. Allereerst ontvangen, als tweede delen en als derde vervullen. Dus ontvangen, delen en vervullen. Maar eerst Psalm 147 en daarvan het zevende vers. Psalm 147 vers 7. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken en zegent in uw land uw kinderen. Thank you.
Gemeente, het is vandaag een dag met een goede boodschap. Net zoals die vier mannen daar even buiten Samaria, hebben ook wij vandaag alle reden om deze dag een dag van goede boodschap te noemen. Waarom? De avondmaalstafel stond aangericht. Het avondmaal, het heilig avondmaal, mocht weer bediend en gevierd worden. Heilige avondmaal, een gedachtenismaaltijd. Doe dat totdat ik kom, zo zei Christus. Maar een van de andere aspecten van het heilig avondmaal is ook dat het avondmaal een verkondigingsmaaltijd is. Maaltijd waarop en waarin een goede boodschap verkondigd wordt. We lezen het in 1 Korinthe 11. Doe dat tot mijn gedachtenis, want zo dikwijls als u dat doet, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Verkondig de dood van de Heere. Boodschapper van de dood van de Heere zijn. Van een goede boodschap zijn. Wie ten avondmaal gaat is aan het verkondigen. Is een goede boodschap aan het brengen. Zonder woorden verkondigen. Dat is een opdracht. Verkondig. Gebiedende wijs. Doe dat totdat de Heer Jezus komt. Verkondig de dood van de Heer, dat is. Breng die goede boodschap dat voor mensen die uit zichzelf midden in de dood liggen. Geen enkele verwachting, geen enkele hoop en geen enkele toekomst. Dat er voor zulke mensen nu redden aan is. Leven, eeuwig leven. Leven door de dood van de Heer Jezus Christus. Doordat Hij betaald heeft. Dat is wat er vandaag gebeurd is. Avondmaal vieren, dan ben je aan het verkondigen. Vandaag een dag met een goede boodschap. De opdracht komt tot ons om die goede boodschap te verkondigen. Niet alleen vandaag, maar alle dagen van ons leven. En daar staan we vanavond verder bij stil, door te kijken naar dat vervolg op die dramatische gebeurtenissen in 2 Koningen 6. De stad Samaria die omsingeld is, het leger van de Syriërs aan alle kanten. En het leger van de Syriërs het wacht rustig af, totdat de stad zich over zal geven, of dat men van honger zal sterven. De nood zo hoog opgelopen ondertussen dat er woekerprijzen gevraagd werden voor iets wat eigenlijk niet eens de naam voedsel mocht dragen. Zover gekomen dat moeders zelfs hun eigen kinderen opaten. Onbeschrijfelijk. Voor de koning was het wel duidelijk wie daar de oorzaak van was, bij wie hij zijn moest. De man Gods, Elisa. Die moest vandaag nog gedood worden volgens de koning. Want ja, zo gaat dat. Liever dan eerlijk naar jezelf kijken. Wat er bij jezelf allemaal is en misgaat. Liever dan eerlijk erkennen, ja, ik ben schuldig. Kijk je naar een ander en wijs je naar een ander. Er zit een prijs op het hoofd van Elisa. En de reactie van Elisa is, of eigenlijk moet ik zeggen van de God van Elisa is, dat er een belofte klinkt. Hoofdstuk 7, vers 1. Binnen 24 uur zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel. Jongens en meisjes, die woorden, die horen we vanavond nog een paar keer terug. Meel, gerst, weer verkocht voor een gangbare prijs. Nou, tot zover waren we gekomen, die belofte van Elisa. Vanavond verder, waarbij het opvalt dat nu andere mensen als eerste naar voren treden. 4 andere mensen, 4 Melaatse mensen, mannen. Melaats, wat dat was, dat weten jullie ook wel. Dat was zo'n huidziekte, hè. Naaman, die Syriër, met dat dienstmeisje, die was ook Melaats, die was naar Elisa toegekomen om genezen te worden. Besmettelijke ziekte, als je dat had, ja, dan moest je buiten het dorp, buiten de stad,
Was je onrein? Nou, deze vier, ze bevinden zich, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, op niemands land. Niet in de stad, maar ook niet in dat legerkamp van de Syriërs wat om de stad heen ligt. Deze vier, die worden door de Heere God gebruikt en ingeschakeld. Ze gaan een sleutelrol vervullen. Maar omdat alleen omdat God ze gebruikt, daar alle nadruk op. Want de afweging die die vier aanvankelijk maken, ja, dat is eigenlijk een hele menselijke, nuchtere redenering. Want ze zetten de feiten gewoon eens op een rij. Als je nou kijkt hoe de situatie is. Want ja, ze kunnen blijven waar ze zijn, net buiten de poort, maar dan zullen ze sterven. Nou ja, dan hebben ze twee opties. Ze kunnen de stad ingaan of ze kunnen naar het legerkamp van de Syriërs gaan. De stad in, daar is ook geen voedsel, dan zullen ze ook omkomen. Blijft alleen dat andere nog over. Naar het legerkamp van de Syriërs. Ja, en wellicht zullen ze daar gedood worden. Maar ja, als ze blijven waar ze zijn, dan sterven ze ook. En wellicht zullen ze daar te eten krijgen. En daarnaast, het staat er niet met zoveel woorden, maar als je even nadenkt, melaatsheid. Besmettelijke ziekte. Wat hebben die vier nog te verliezen? Maar als zij in dat legerkamp van de Syriërs komen, kunnen ze wel het leger van Syrië besmetten. Of dat ze uit angst om besmet te worden, dat de Syriërs op de vlucht slaan. Dat is het geredeneren, het op een rij zetten van de feiten van deze vier. Maar het gaat zo heel anders dan dat zij gedacht hadden. Ja, ze blijven wel in leven, maar dat omdat de Heere God zelf voor redding zorgt. Vers 5 en volgende, als ze in de avondschemering gaan naar het legerkamp van de Syriërs. Ja, wat treffen ze daar tot hun eigen verbazing aan? Er is niemand meer. Geen soldaat meer te vinden. De paarden en de ezels, die zijn er nog wel. Alles wijst erop dat die soldaten plotseling vertrokken zijn. En waarom? Het wordt ons een en andermaal verteld. Vers 6, tel maar mee. De Heer had het leger van de Syriërs namelijk een geluid laten horen. Eén, geluid van strijdwagens. Geluid van paarden, twee. En dan nog een keer het geluid van een groot leger, drie. De Heere had ze dat geluid laten horen. Die soldaten die daar rustig lagen te wachten tot de stad zich over zou geven. Niet voorbereid op een gevecht. Als ze dit geluid horen, dan denken zij, de koning van Israël heeft vast andere ingehuurd, bondgenoten gemobiliseerd. En in paniek zijn ze weggerend. Ren voor je leven, alles achtergelaten. Goed opletten wat er staat in deze verse. Deze verse vertellen, en het staat er heel uitvoerig. Ze vertellen ons, die redding komt niet door die vier melaatse mannen. Door hun plan. Als het er niet nadrukkelijk bij zou staan, zou je maar zo met hun redenering meegaan. Wat een plan van die vier eigenlijk, dat ze dat nou niet eerder bedacht en gedaan hadden ook. Zelf niets te verliezen en dan naar het legerkamp. Ja, gemeente, wij redeneren nogal eens. En ja, het ging zo en toen gebeurde er dat en toen kwam ik bij die dokter. Ja, en toen, of ik kwam die tegen en ja, die gaf me die raad en die heb ik opgevolgd. Nou, en nu is alles anders geworden. Die adviseur zus. En ook als het gaat om het geloof en om onze eeuwige zaligheid. Ik heb voor Jezus gekozen, ik heb. Ja, dat ik heb, dat zit er bij ons zo in. Ik. Redeneren totdat we uiteindelijk bij een mens uitkomen of bij onszelf uitkomen. Maar gemeente, het begint niet bij een mens. Nooit. Het komt altijd weer van de andere kant, van Gods kant. Uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u, maar het is Gods gave. Niet door menselijke actie, prestatie of wat dan ook van een mens. De Heere had een geluid laten horen. Het is de Heere die regeert. En ik zei net, goed lezen wat er staat en goed kijken wat er staat. Hè?
Want in dit hoofdstuk wordt nogal eens de verbondsnaam van God gebruikt. Allemaal hoofdletters, bijvoorbeeld in dat eerste vers. Hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere. Maar in vers 6 staat Heere maar met één hoofdletter. Had je dat al gezien? Heere met één hoofdletter. Adonai, dat is de machtige, de almachtige. Hij is de Heere van alle dingen. De koning der koningen. Hij regeert. Gemeente, laten we ook de hand van de Heere zien in alle dingen. Niet altijd na te rekenen voor ons. Het is de Heere die regeert. Die handelt in de geschiedenis van deze wereld, ook vandaag. Het is de Heer die toewerkt naar zijn grote dag. God vervult zijn woorden, al zijn beloften, al zijn bedreigingen ook. Van God komt de redding, niet van onderen af, niet van die vier, maar van boven. De Heere God is deze mannen voor. Hij had een geluid laten horen. En het wordt ze zo in de schoot geworpen. Eten en drinken in overvloed. De Heere is ze voor, zoals de Heere de mens altijd weer voor is. Hij altijd de eerste. En ik hoop dat u inmiddels de lijnen doorgetrokken heeft. Naar het geloof, naar de avondmaalstafel. De Heere altijd de eerste. Hij is het die schenkt. Het wordt geschonken. Van eeuwigheid af heeft God een plan van redding uitgedacht. God zond zijn zoon. De Heer Jezus die weggegaan tot aan het kruis. Hij heeft de zonde en de dood verslagen. Hij is als het lam van God geslacht om de zonde weg te dragen. Waar wij uit onszelf mee laat zijn. En niet letterlijk, maar mee laat van de zonde. Onrein, als een onwaardig in onszelf, ontvangen wat Christus verworven heeft. Brood des levens ontvangen. Overvloed. Kopen zonder geld. Er is betaald. We mochten vandaag eten en drinken. Zonder het zelf klaar te hoeven maken. Christus heeft voor alles gezorgd. Ontvangen. Dat was het eerste vanavond. Ontvangen. Dan gaan we terug naar die vier Melaatse mannen. En je ziet ze in gedachten bezig daar in dat legerkamp van die Syriërs. Ze gaan een tent binnen. Wat staat er allemaal? Wat zit er allemaal bij? Eten, drinken, nog veel meer. Wat een buitenkans. Ze kunnen het allemaal zo meenemen. Pakken wat je pakken kan. Die kans krijg je immers niet elke dag. Maar dan vers 9. Dan staan ze stil. De Heere God gaat opnieuw spreken. Nu in het geweten van deze vier mannen. En ze zeggen het tegen elkaar. Wij doen hier niet goed aan. Gemeente, wanneer zei de Heere God dat voor het laatst tegen u of jou? U doet hier niet goed aan. Je geweten, dat spreekt wat op catechisatie van de week erover, in je geweten. Wanneer sprak het voor het laatst tot jou? Vanmorgen? Gisteravond? Vannacht? Toen je, kom maar in, het is niet goed wat je doet. Wat doe je met die stem? Die stem waarin de Heere God tot je spreekt, leg je het naast je neer? Laat je het langs je heen gaan? Het zal wel. Verhard je in de zonde? Wat erg, wat aangrijpend. Deze vier, ze volgen de stem van hun geweten. Wij doen hier niet goed aan. Waarom niet? Nu omdat deze dag een dag van goede boodschap is en wij zwijgen erover. Wij eten en de stad verhongert.
De situatie uitzichtloos, de dood onontkoombaar. Een koning die zegt, de Heere God, die kan niets. Wat zou ik nog op de Heere wachten? Maar deze vier, ze weten van meer. Ze weten van redding. Ze weten van voedsel dat voorhanden is. Deze mannen weten van de nood, maar ook van de redding uit de nood. En dat mogen ze niet voor zichzelf houden. Dat moeten ze delen, die tweede hoofdlijn vanavond. Deze dag een dag van goede boodschap en wij zwijgen erover. Goede boodschap. Weet u welk woord hier in de Griekse vertaling van het Oude Testament staat? Euangelion. Evangelie. Dit is een dag van blijde boodschap, een dag van evangelie. Weten wat het is om verloren te liggen. In zonde en schuld. Maar ook weten van God die verlost, die bevrijdt. Weten van de doelloosheid van een leven zonder God en buiten God. Maar ook weten van de bereidheid van God, van Christus om te verlossen. En dat voor jezelf houden. Dat gaat niet, dat kan niet, dat mag niet. Vandaag gezegend aan de avondmaalstafel. Brood en wijn ontvangen. Of het gezien vanuit de bank thuis. Het lijden van Christus herdacht. De dood van de Heere verkondigd. Ja, hier in de kerk de dood van de Heere verkondigen. Maar dan toch ook overal een dag van goede boodschap. Dit woord. Het wijst om de noodzaak van zending, van evangelisatie aan. Het woord, het moet de wereld over, dat de evangelie, die goede boodschap, moet overal gehoord worden. En laten we dan maar dicht bij huis beginnen. Misschien wel in je eigen huis. Of in je buurt, in het dorp. Predik het evangelie, deel die goede boodschap. Vandaag een avondmaalzondag en waar mag het duidelijker, zichtbaar en tastbaar worden dan bij brood en beker. Zijn dood gedenken en verkondigen. Een dag van goede boodschap, hoe daarover zwijgen? En hoe zouden anderen horen als ze het... Niemand is die het ze vertelt, die het hun predikt. Die vier mannen in dat legerkamp, ze zeggen er zelfs bij. Als wij zwijgen tot het morgenlicht, dan staan wij schuldig. Letterlijk staat er, dan vindt de ongerechtigheid ons. Dat betekent, dan wordt het ons aangerekend. Kunnen we de gevolgen ook moeten dragen. De weg geweten. Maar erover gezwegen. Dat gaat niet. Met andere woorden, het is niet om het even. Of we dat goede evangelie, die blijde boodschap, of we dat voor onszelf houden of niet. Of we erover praten of niet. Laten we ons niet schamen voor het evangelie. En ja, dat is niet altijd gemakkelijk. En ook regelmatig, dan ben je thuis en dan zit je er nog eens over na te denken. En dan denk je, als ik dat nou gezegd had. Het gaat niet om mooie woorden, om grote woorden. Je zult woorden ontvangen, spreek dan maar heel eenvoudig over wat we vandaag gedaan hebben. Over de Heer Jezus die in onze plaats wilde staan. Die in mijn plaats wilde staan. En dat het nu nodig is dat die ander waar we mee spreken, dat ook hij of zij de Heer Jezus leert kennen. Niet zo'n prater. Zit er dat achter als we aarzelen of... Die goede boodschap, als we dat toch voor onszelf houden, is dat het? Of is er misschien nog iets anders wat meespeelt? Is het misschien ook niet dit? Dat we ook als trouwe kerkmensen, avondmaalsgangers, niet meer geloven in de noodzaak van bekering. Dat ieder mens een ziel heeft geschapen voor de eeuwigheid. Ieder mens...
Ook onze buurman, collega, kind, kleinkind, in dit leven verzoend moet worden met God. We geloven het toch nog wel, dat de eeuwigheid wacht voor ieder mens. Dat is niet achterhaald. Of ouderwets, zoals iemand het aan me vroeg. Ik ben nog een beetje van die ouderwetse. Nou ja, of ik ouderwets ben, weet ik niet. Maar heb ik geen groter verlangen dan het woord van God na te spreken. Dan eerlijk naar de Bijbel te luisteren en ons daardoor te laten leiden. Niemand anders dan de Heer Jezus Christus zelf is zo duidelijk geweest dat het niet om het even is wat we geloven en of we hem wel of niet kennen. Dat het is voor hem of tegen hem en tussenweg is er niet. Eeuwig wel of eeuwig wee. Ieder mens die voor God moet verschijnen. En nee, daarmee maak ik u of jou niet bang of mogen we ook onze medemens niet bang maken. Maar het kan toch niet anders. Dat als we hem kennen mogen. Dat de liefde van Christus ons ook dringt om ook. Om die goede boodschap door te geven. Vertel het maar wie Jezus is in alle eenvoud. De Heere wil het gebruiken. Hier die vier Melaatse mannen ingeschakeld. Om die boodschap te gaan brengen in de stad. Dat de Syriërs weg zijn. Ze zijn naar de stad gelopen, hebben er tegen een poortwachter geroepen. Hé, moet je eens luisteren. Ze zijn weg hoor. Ze zijn op de vlucht geslagen. Kom, er is eten, er is drinken, er is bevrijding. Een boodschap die via via ook bij de koning gekomen is. En de koning, ja, die reageert. Eerst ook nog, ja, je kan er ook nog wel inkomen. Niet gelijk heel enthousiast, wat terughoudend zelfs. Hij zegt, ja, het duurt ze vast te lang. En dan hebben ze een soort list bedacht. Ze hebben net gedaan of ze weg zijn. En als wij nu naar buiten komen, dan zullen ze tevoorschijn komen en ons doden. Maar ja, zeggen anderen, wat hebben we eigenlijk te verliezen? Paarden die er nog zijn, die worden van stal gehaald, worden erop uitgestuurd. En ze zien dat het inderdaad waar is. En met die boodschap komen ze terug. Die boodschappers, ja, en dan is het volk niet meer te houden. Ze gaan de stad uit, plunderen het legerkamp, vers 16. En de buit wordt binnen de stad gebracht. Bij de poort, de plek waar gehandeld wordt, wat gebeurt daar? Maatmeelbloem, let jullie op. Die hadden we eerder gehoord, hè? Een maatmeelbloem verkocht voor een sikkel. En twee maten gerst voor een sikkel, overeenkomstig het woord van de Heere. Die tekstwoorden van vanmorgen. Wat Elisa gezegd had, namens de Heere. Het gebeurt. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Dat is de derde hoofdlijn nog. God gaat zijn belofte vervullen, zijn boodschap vervullen. Ja, wie zal nog aan die woorden van Elisa gedacht hebben? In het midden van alle tumult, van de bevrijding. Maar God, de Heilige Geest, komt erop terug. Het einde van dit hoofdstuk lezen we het. De Heilige Geest die altijd terugkomt op wat Hij gesproken heeft. En daarom moeten we ook altijd zo goed opletten. Wat de Heere God zegt, wat de Bijbel zegt. Daar niet aan voorbij leven, dat niet naast ons neerleggen. Als de Heere God iets zegt, reken er dan mee. Reken erop dat de Heere God doet wat Hij zegt. En daarbij alles in je leven. Want alles wat op je afkomt, het woord van God het voor het zeggen hebben en doorslaggevend zijn. In de praktijk van elke dag. Het woord van God. Op de belofte van God rust de zekerheid van het geloof alleen. Geloven, dat is amen zeggen. Op het woord van God, op wat de Heere God in zijn woord zegt. En is zo het woord van God in jou, in uw leven, alles beslissend.
naar het woord van God. Zo zegt de Heer. Staat dat boven wat ik denk, of wat ik voel, of waarvan ik toch wel, als ik het logisch op een rij zet, denk dat het zo zou moeten? Sla acht op het woord van God, dat is zeer vast. Zo zegt Petrus het in zijn brief. Bij alles in je leven, ook morgen en dinsdag en alle dagen van je leven. God vervult al wat hij zegt, overeenkomstig naar het woord van de Heere, zegt vers 16. God vervult zijn belofte. Binnen 24 uur wordt er weer voedsel verhandeld. Tegen alles wat te verwachten was in. Heere God, die zorgt wonderlijk voor een goddeloos volk. Met die koning. Die het gezegd had, God helpen, nee, dat gaat niet, dat kan hij niet. De Heere God openbaart zich als een God. Die genadig zorgt voor wie het niet verdient. God vervult zijn belofte, maar God vervult ook zijn aankondiging van oordeel. Dit hoofdstuk draait er niet omheen. Scherpst van de snede. Elisa had nog meer gezegd in vers 2. Toen Elisa profeteerde over dat voedsel dat weer verkocht zou worden, stond daar een hoofdman, een officier bij. En die had het gezegd, al maakt de Heere God nu in de hemel sluizen, luikjes, dan zal het nog niet gaan. Woorden van ongeloof, van spot. Woorden waarin gezegd wordt, trek je van de Heere God, van het woord van God, trek je daar maar niet te veel van aan hoor. Kijk zelf maar. Kijk zelf ook maar hoe je de Bijbel, ja, hoe je daarmee omgaat, wat je daarmee doet. De Bijbel zegt het wel, maar als je denkt nou, dat het anders is, dan doe je het toch op die manier. Elisa had toen gezegd. Toen moeten zeggen, u zult het met uw ogen zien, maar u zult er niet van eten. En ook die woorden zijn uitgekomen. Volk de stad uitgaat door de poort, wordt die hoofdman, deze officier, onder de voet gelopen. En hij sterft. Het is geen tragisch ongeluk. De laatste verzen van dit hoofdstuk zeggen het zo heel nadrukkelijk. Ook dit is wat de man Gods gesproken heeft. De Heere God komt terug. Op heel zijn woord, wat een aangrijpende werkelijkheid. Zo dicht bij de bevrijding. Bij voedsel, maar er niet in delen. Is dat ook niet wat de Heer Jezus zelf in Johannes 3, dat bekende hoofdstuk, zegt? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. En dan staat daar een paar versen verderop en dat heeft alles met die woorden te maken. Wie in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. God houdt zijn woord als hij belooft dat wie in hem gelooft, zalig zal worden. Maar ook als hij zegt dat wie niet gelooft, wie niet wil geloven, verloren zal gaan. Deze hoofdman, deze officier zet door ongeloof zichzelf erbuiten. Die op een vrome of op een goddeloze manier Gods woord laat voor wat het is. Zet zichzelf erbuiten. Veracht Gods woord. En de heilige sacramenten. Gemeente, waarom? Waarom zou u dat doen? Waarom zou jij het doen? Waarom zou je voor het leven, eeuwig leven met hem, waarom zou je de dood kiezen, eeuwig buiten hem? Het is vandaag een dag van goede boodschap.
Met de engelen in de velden van Efrata mag ik het u verkondigen. Ik verkondig u grote blijdschap. Christus is geboren. Hij heeft geleden en overwonnen. Hij is de zaligmaker, de verlosser, de redder. Kom, laten we niet alleen vandaag aan de avondmaalstafel, maar ook de dagen die komen, de dood van de Heere verkondigen, totdat Hij komt. Ja, uw waarheid doe ik horen, uw heil de mens beschoren. Vloei dagelijks, dagelijks, op zondag, hier in Gods huis, maar ook morgen, dinsdag, woensdag, waar we ook zijn in het leven, opdat Hij alle eer ontvangt. Amen. Psalm 40, het vijfde vers. Uw heil, Heer, wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil, de mens beschoren, vloeit dagelijks uit mijn mond. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere in de hemel. Het einde van deze avondmaal, zondag, de diensten op deze zondag, past het ons om uw grote naam moedig te danken. Te eren uw grote naam, wat u geschonken hebt. Hier in uw huis, thuis, mee verbonden. We danken u.
voor deze dag een dag van goede boodschap. Zichtbaar in het proefbare van brood en wijn. Maar ook uw woord dat u gaf om daardoor geleid te worden. Uw woord dat spreekt van uw trouw, van uw grote daden. Woord, wees ons de weg. Geef dat we mogen delen met anderen hoe groot u bent. Wil daar zelf ook openingen voor geven. Sprek, geef woorden op de lippen. Ik wil, zodat onbeholpenen van ons, die woorden van ons, wilt u ze gebruiken als een middel, als een middeltje in uw hand. Dat we anderen mogen brengen bij u, Heer Jezus. U die doorgaat, en trouw bent en blijft. Wilt u ook afbreken dat wat voor u niet bestaan kan. Dat we ook eerlijk daarmee voor uw aangezicht komen en daarmee breken. En als we soms toch weer uit zwakheid in zonde vallen, dat we er ook niet in blijven liggen. Oog en hart omhoog geslagen doen zijn. U zo de diensten van deze zondag gebruiken in uw dienst. Geef toch dat we die roepstem, die nodiging om tot u te komen, dat we die ook niet zo naast ons neerleggen. Ook die roepstem die vanavond kwam. Die indringende, waarschuwende oproep. Die uw woord houdt. Uw belofte, maar ook. Het gaat om de aankondigingen van oordeel. Geef toch dat we mogen buigen, leren buigen voor u in ons jonge leven al. Ouder geworden zijn. Van u alleen alles te verwachten. Bid u voor uw gemeente hier. Wees bij een ieder in vreugde, in zorgen. Al het gemeentewerk. Onder de jongeren en ouderen. Geef een goede bijeenkomst woensdagavond in eensgezindheid. We bidden u voor ons land en volk, ons vorstenhuis en allen die tot besturen geroepen zijn, ook in deze dagen, in deze tijd, waarin er telkens weer beslissingen genomen moeten worden. Geef wijsheid en inzicht. We bidden u voor Otterlom, waar onze gaven ook voor mogen geven. We willen ook daar doorgaan met uw werk. Onder uw volk Israël, u die wonderlijke weg gegaan bent met dit volk, we hebben er van gelezen op deze zondag. U bevrijden, ondanks de ontrouw ook van het volk. O Heere, bevrijd. Bevrijd ook vandaag van de zonde. Geef geloof in uw Heer Jezus Christus, de gekomen Messias. We bidden u voor hen die op de vlucht zijn, zoveel. Die erbarmelijke omstandigheden. Doe ons delen ook van alles wat u ons gaf. We bidden u voor allen die ziek zijn. COVID-19 is onder ons, nog steeds. Meer en meer weer. Wees bij hen die daar direct mee te maken hebben. Dat zijn we toch allemaal. Ieder op onze eigen plek, maar in het bijzonder ook bij hen die eenzaam zijn, ouderen. Bij hen die ziek zijn,
virus bij zich dragen of de gevolgen ervan dagelijks ondervinden. Wees bij hen die mogen verplegen en verzorgen. Die verzorgen in verpleeghuizen, in thuiszorg. Artsen, geef wijsheid, geef ook kracht om verder te gaan. Gaat u met ons mee deze zondagavond in. De week in die komt, vanuit deze avondmaalszondag. En dat we mogen zijn verkondigers van die zeer goede boodschap. Ieder op onze eigen plaats. Aanvaardt u onze dank voor al datgene wat u schonk. Wilt u genadig wegdoen, alle tekort van onze kant. En alles wat er was, wilt u het genadig wegdoen. En ons bidden horen, als we onze gebeden opzenden in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In de grootmaking, in de verheerlijking van uw grote naam. Lof zij, o God de Vader. Lof zij, o God de Zoon. Lof zij, o God de Heilige Geest. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 96, en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Psalm 96, vers 1 en vers 2. Nu moet uw tong de heidenen noden. Meld alle volken zijn geboden. Vertelt zijn wonderen en zijn eer. Groot en prijswaardig is de Heer. En vreselijk boven al de goden.
Verhef nu uw harten tot God. Ga heen in vrede. Ontvangend de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.